Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Fortnite Muziekmapjes. Vandaag staan we weer aan een paar leuke muziekmapjes. Mocht je denken van, hey Jur, wat zit je in één keer op een andere kamer? Ik zit in een verbouwcrisis, dus alles is letterlijk de komende 3 weken elke week weer anders waarschijnlijk. Het is vandaag een vrolijke stemming. Paars. Ik heb leds onder mijn bed. Kom nog door heel mijn kamer heen. Dat kost tijd. In ieder geval, vandaag gaan we kijken of wij wat leuke Fortnite muziekmapjes nog kunnen spelen. Want het is een tijdje geleden dat we dat hebben gedaan. En we pakken het eerste muziek. En als het goed is, is het iets met Mario. Maar ik heb geen idee. Dus we pakken het boostertje en we gaan. Hey! Oh, goed geluidje. Ja, gek. Sick hoor. Nice, ja hoor, oh my god. Ook hoe die dingen die hij hier heeft gemaakt, wat een werk. Oh, deze is nog half aan het inladen, dat vindt Fortnite een beetje lastig. Oh, deze echt op elk punt klopte die goed perfect. Daar staat Nintendo. Daar staan allemaal natuurlijk wat Nintendo poppetjes. Volgens mij is dat zelfs nog het hele oude logo van Nintendo, die N. En hier heb je natuurlijk Mario, de man hemzelf. Daar heb je Pikachu. Nice, deze map is echt super goed gemaakt. Deze geef ik een 9, want 10 bestaan niet. Hey, dit is een topmappie. Ik heb gelukkig nog wat meer leuke muziekmapjes klaarstaan. Mocht je hem zelf willen spelen, de code staan of boven in beeld of in de beschrijving. Dus we gaan nu even kijken naar de volgende map. Oké, misschien wordt het toch nog wel mijn favoriet van vandaag, want dit is namelijk Meme Island. Dus de leuke krap meme van Rave en dat soort dingen zitten er als het goed is allemaal bij. En ik ben echt heel erg benieuwd wat het is. Hij moet even de game gaan starten en dan gaan wij kijken hoe ontzettend leuk dit gaat zijn. En boom. De game is gestart. Oké, dit is meer een puzzel. Oké, grapplers. Ja, geef maar, dank u. Balloons. Geef ook maar, dank je. Crossbows. Ja, doe die ook maar. Board. En nu? Wat moet ik nu doen? Huh? Moet ik hier overheen lopen of wat moet ik doen? Dit vind ik heel ingewikkeld. Oh! Verkeerd om me. Ja, ik begin verkeerd. Verdomme. Daar staat een pijltje, dus ik neem aan dat ik daar moet beginnen. Of ja, dat daar iets te doen is of zo. Hallo? Die Woody's Fitch Light. Die klap. Oh! Sick, ik snap nu, deze ding heb je er gewoon voor, zodat je gewoon lekker rond kan rijden. Zodat je naar de meme-pies toe kan rijden. Mop. Oké, hier achter zit een meme. En daar zie ik pijltjes staan, dus we gaan naar de pijltjes toe rijden. Oké, dit vind ik leuk, dit is gewoon een map waar je ook gewoon nog een beetje kan rondtoeren. Dus dat vind ik wel leuk. Oké, daar zie ik een begin. En even kijken, we kunnen denk ik misschien die hier staat wel pakken. Dit is Ninecat. Ja, dit kunnen we niet ontlopen, jongens. Let's go. Oh.
Zo sick. Holy shit, wat nice. Oh my god. Allemaal main base. Ik vind main base wel leuk. Wat is dit? Drago Stay Dentai. Dungeon komt bekend voor. Ha, ja gek. Holy shit, wat nice. Ja, ik herken hem. Dit is echt zo'n klassiek topnummertje. Oh, wat. Hij heeft gewoon nagedacht bij alles. Holy shit. Oké, we pakken de launchpad en we gaan kijken waar we nog meer heen kunnen vliegen. Oh, hierboven is nog sizzle te doen. Maar deze heb ik ook nog niet gehad. En dit is... Is het Crab Rave? Oh, Shooting Stars. Oké. Hoe creatief is dit gemaakt? Hey. Ja, sick. Dit is echt de beste map ooit. Dit is echt de beste map die ik ooit heb gezien. Holy moly. Wat een top map is dit. Geluidje erbij. En we gaan nu een donkere tunnel, denk ik. Oh, hier kan je eruit. Dit is echt overal over na. Dit is gewoon zo'n map die je gewoon echt kan spelen, zeg maar. Dus dat je gewoon echt dingen kan uitzoeken hoe je het wil spelen. Ik hoop alleen niet dat ik iets mis. Dat zou ik echt heel erg jammer vinden. Ik denk dat ik heel even hier naar boven ga. Ik pak even mijn boordje, dat gaat even wat sneller. Mop. Wow, dan val ik er bijna af. Oké. Okay. Wat? Wat gebeurt er? Huh? Maar ik doe niks. Brave meme. Wat? Stop. Oh, dat is een ding die hier overheen loopt. Ik snap hem. Wat? Wow. Dit is sick. Sub to PewDiePie. Ja! Iedereen moet deze meme. Planes are gone. Wailing Woods is gone. Nee, Wailing Woods. YouTube. Oh my god. Wat? Dit is echt fantastisch. Wauw. 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 Is er nog meer? Ik wil meer. Dit is echt fantastisch. Volgens mij heb ik ze nu allemaal gehad. Jemen. Wow. En hierin? Nee. Ik wil daarin. Wat gebeurt er als ik hierin vlieg? Hallo? Mag ik hier tussendoor? Hey.
Deze man heeft gewoon echt een hoop tijd gestopt in het gewoon alleen het maken van de map alleen al. Wat gebeurt er? Holy shit. Dit is echt amazing. Dit is echt gewoon de beste muziekmap die ik ooit heb gezien in Fortnite. Zo simpel is het. Ik heb het gered, geen zorgen. En ik denk dat we helaas alle dingen hebben gehad nu. Even denken. Die hebben we gehad. Daar hebben we gehad. Die hebben we gehad. Dit is de Crave Rap. Ik wil hem nog één keer op. Ik word hier zo gelukkig van. Hey. Obama's gone, no. Yeah, dames en heren, dat was hem. Dit was echt een fantastische map. Ik ga deze zeker in de beschrijving zetten, want ik denk dat ik nog nooit zo'n leuke Fortnite creative muziekmap heb gezien. En ja, dit was gewoon fantastisch. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke video? Laat het zeker weten met een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jou heel erg graag in de volgende video. Want als je niet abonneert, dan word ik boos. Rood, boos. En als je abonneert, dan word ik groen blij. Doei!